Ze dumpen alles. Tot gejatte fietsen toe, laat ik het zo zeggen. In de armste buurt De Geitenkamp is er afgelopen paasweekend veel afval naast de containers gedumpt. Tientallen winkelmandjes van de co-op waren door een onbekend persoon gevuld met huishoudelijke spullen en bij de vuilniscontainers geplaatst. Tot groot ongenoegen van de bewoners. Groot ellende is er bij die vuilnisbakken. Ze gooien maar alles neer, matrassen en zo, alles. Straks komen er ratten of zo, wie weet, of honden. Ja, en die worden misschien wel, die vrienden erop en of kapot maken. En dan kan je misschien met een beest naar de dierenarts gaan of zo. Laat ik het zo zeggen, mevrouw. Het is hier een gezellige buurt bij ons in de straat en zo. Maar ze gooien maar alles maar neer. Kijk, als die container wordt ergens anders neergeplaatst wordt, dan is die oplossing weg. Dan gooien ze er ook niks meer neer. Dan kan ze niks meer neergooien. Als ze komen die afvalcontainers maar houden, die we vroeger hadden. Hoe de persoon met het vuilnis aan de winkelmandjes is gekomen, is niet duidelijk. Inmiddels is het afval opgeruimd, maar volgens verschillende bewoners is dit een veel voorkomend probleem.